Nederlandse parlementsleden van de Commissie voor Buitenlandse Zaken hebben president Suntuki ontmoet om de relatie tussen beide landen te versterken. Ze bespraken onder meer de Nederlandse verkiezingen en de mogelijke voortzetting van het buitenlands beleid jegens Suriname. Minister Ramdin benadrukte het belang van een stabiele regering in Nederland voor de relatie tussen de landen. Beide partijen spraken ook over schuldherschikking en Surinames internationale positie en investeringsklimaat. De ontmoeting markeert het begin van een regelmatig contact tussen de landen. Het directoraat cultuur van het ministerie van Onderwijs is begin maart gestart met de voorbereidingen voor het instellen van de nationale inventaris voor immaterieel cultureel erfgoed en het hieraan gekoppelde kenniscentrum. Suriname heeft in 2017 de conventie ter bescherming van dit erfgoed geratificeerd. Deze conventie verplicht elke lidstaat om een bevoegd orgaan aan te wijzen voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed op zijn grondgebied. Het directoraat cultuur heeft een werkgroep samengesteld die verantwoordelijk wordt gesteld voor de implementatie van de UNESCO-conventie. 21 jongeren in Sipaliwini ontvingen op 3 mei een certificaat voor het afronden van een computertraining van het ministerie van AWJ. De training richtte zich op Windows, Word, Excel en PowerPoint en was gericht op tienermoeders en vroege schoolverlaters. Van de geslaagden werden 8 als de besten erkend en ontvingen waardebonnen voor verdere training. De directeur van jeugdzaken prees hun motivatie en benadrukte het belang van computervaardigheden op de arbeidsmarkt.